nu vandoor gaan. Ja, je moet er natuurlijk niet aan denken wat er allemaal kan gebeuren als de TBS'ers of gedetineerden er vandoor gaan tijdens hun verlof. Maar toch gebeurt dat steeds vaker. Dat blijkt uit de onderzoek van de Telegraaf vanochtend in de krant. In 2014 waren er 214 meldingen van mensen die waarbij er iets misging met verlof. En vorig jaar waren dat er 253. Nou, uit de stukken die blijkt dat criminelen bijvoorbeeld de benen nemen als de begeleider eventjes niet oplet. Maar ook plegen criminelen tijdens hun verlof ernstige misdaden. Het gebeurt zelfs zo dat cipiers soms opsporing verzocht kijken en daar iemand zien die ze herkennen. Die dus na zijn misdaad zich gewoon netjes heeft gemeld bij de gevangenis of de TBS-kliniek. Maar dus wel in de fout is gegaan tijdens zijn verlof. En niet alleen tijdens het verlof gaan gedetineerden de mist in. Want ook worden cipiers regelmatig mishandeld. Zo zijn er ook meldingen dat bewakers zouden zijn gewurgd met hun eigen kleding. Als je dit allemaal hoort, ongelooflijk natuurlijk. Kan niet waar zijn, denk je, bijna, meneer Segers. Ja, als u die krantenkop ziet vandaag, schrikt u daarvan? Ja, heel erg. We hebben wel een systeem nodig waarin TBS'ers langzaam maar zeker, waar je ze, sommigen, hè, als ze deugen, dat ze je langzaam maar zeker kunt voorbereiden op een terugkeer naar die samenleving. Alleen, er blijkt ook heel veel tuig tussen. Er zitten heel veel mensen. Een begeleider haalt even een frietje, lees ik hier. En vervolgens gaat hij er vandoor. Hoe kan dat? Ja, dat is het. Ik zou zeggen, dat is het risico van het vak. Alleen je moet dus heel goed inschatten. Is iemand in staat om langzaam maar zeker terug te gaan naar die samenleving of niet? En dat is uiteindelijk de inschatting die mensen daar in de gevangenis moeten maken. Ja. Maar dat er heel veel risico in zit, dat laat dit bericht wel zien. Zorgwekkend dus, Nicky. Extra geld voor verpleeghuizen moet worden uitgegeven.